Hoi. Hoi, ik ben Jill. Hoi, ik ben Vivianne. En wij spelen de teammate quiz. Wat een losers. Oké, nee, kunnen we beginnen? Dat weet ze zelf niet eens. Oh, oh die, ja. Wat een losers. Oké, dat moet ik ook opschrijven dus. Dit weet jij. Goed zo, ook nog goed gespeeld. Jill Jamie Roord. Makkie. Vraag me alsjeblieft niet wat hij van haar is, want die heeft echt 6 namen of zo. Dat weet je wel, doe je best. Dat past Anna, niet altijd. Anna, Margarita, Maria of zo. Marina. Marina. Astrid. Astrid. Miedema. Komt er ook nog ergens achteraan. Oh, ik weet het helemaal. Yes! Jonkie. Hoe oud was jij? Ja, ook. 17. Ja. Oh, easy. Oh. Lekker hoor! Het duurde even, ik dacht Oldenzaal, maar nee, dat was het nee. Niet. Fik. Zo. Beide niet? Nee, mag dat dan ook opschrijven? Heb je iets opgeschreven? Of mag ja, ik heb iets opgeschreven. Oké. Okay. Oh, ja, ochtend sowieso niet. Gewoon, echt niet. Zo lullig dit. Toch nog wel. Huh? Muziek? Is muziek? Gewoon genre. Oké. Okay. Ik weet helemaal niet hoe ik het schrijf. Ja. Lekker! Dat komt omdat jij me altijd belachelijk maakt omdat ik luister. Ja, dit klopt. Ja, wat is het dan? R&B. Maar wat ja, zij? Ik, ja, ik ja, luister van alles nog wat. Ja, top 30 op dit moment. Ja, Taylor ja, Swift. Het is, al, girls. Het is al een stuk beter dan vroeger. Let nee, is prima hoor. Is niks mis mee. Überhaupt niet. Zij luistert nu alles wat ik ongeveer 10 jaar geleden luisterde. Dat is niet... Ja. Kom maar op. Ik heb er 5 jaar gespeeld. Dat mag... Dat betekent toch niks? Nou, ADO heeft het een keer gewonnen. Maar de Benelink, telt dat ook? Want, ja, gewoon. Niet spieken. Nee, ik spiek niet. Ik weet het niet. Ik denk 3 of 4. Ja, wat dan? Ik heb niet veel, hoor. Heel veel. Oh, 4. Toch? Ja, 4. Ajax 1 keer. Ja, maar 1 keer. Ja. Ja, en ADO 1 keer, ja, maar toch? Toen was ik er nog niet. Maar wat in de Benelink? Want toen heeft Sander het Luik eigenlijk ja, gewonnen. Maar ik was sowieso Nederlands kampioen toen, ja. Ja, maar dat was niet de vraag. Nee, want maar uiteindelijk volgens is mij in de Eredivisie 4 keer. Weet ik veel. Ik schrijf gewoon dit op, maar ik zou het echt niet weten. Oké. Okay. Nou, dat valt niet echt. Dat is niet echt samen. Ja, dat wist ik wel. Ik vind het wel speciaal. Zo. Ja, precies. Beter nadenken, ja. Oh my god. Dat was. Oh ja. Afscheidswedstrijd voor het WK? Dat is wel indrukwekkend. Ja, eerlijk. Afscheidswedstrijd, gewoon uitzwaai. Uitzwaaiwedstrijd. Afscheid, ik weet niet wie de afscheid nam, maar... Nou, wij nog niet. Het is mij niet 10 jaar. Die moet je wel weten. Als in een voetballer of als in een mens? Nou, doe maar als in een voetballer. Kom op, zet dat brein van je aan het werk. Ja, ik moet even denken. Is het Nederlander? Het is in ieder geval geen reactie. Maar gewoon in Nederland of... Ja. Ja! Die foto! Ja.
Ja, dat was een tijd. Ja, welke? Ja, ik weet niet hoor. Nee, maar die telt niet, want nu spreek je niet zo vaak. Wat je toen altijd heel vaak had. Altijd. Gewoon altijd. Gewoon vanaf de 115 al. Ik? Ja. Nee, ok. Oh, ok. Ok. Wat heb je nu dan? Ai. Wat ik hiervan vind? Ik vind dit echt heel knap. Ik was heel... Maar het ging heel natural, heel easy. Ja, precies. Heel indrukwekkend eigenlijk. Ja, omdat je... Ik wou net zeggen, ik ken dat al 10 jaar. Dus ja, uiteindelijk ga je onderweg wel een beetje elkaar kennen, denk ik. Ja. Ja, dat is echt sick, toch? Dit is echt wel hoogstaand. Wauw. Kan niet anders.